Kortisos, wat dacht u toen u het hoorde dat John Demjanjuk is overleden? Het ging eigenlijk helemaal langs me heen. Ik ben er niet triest om, ik ben er niet rouwig om. Het interesseert me eigenlijk niet. Want voor ons, voor mij, was belangrijk dat ik de afgelopen 2,5 jaar het verhaal kon vertellen. We hebben Sobibor op de kaart kunnen zetten. We hebben de wereld kunnen laten horen hoe we erover denken, hoe het ons bezighoudt. En hopelijk een bijdrage geleverd dat het in de toekomst dit soort zaken niet meer zal voorkomen. November 2009. Eén vandaag volgt nabestaande Rudy Kortisos naar de rechtbank in München. Daar stond toen de voormalige kampbewaarder John Demjanjuk terecht voor de moord op 28.000 Joden in Sobibor. Jetzt beginnt der Prozess. Wir sehen, dass es einen großen Andrang von Journalisten und Zuschauern gibt. Und das war Holocaust und das war European Genocid. Und deswegen bin ich da warning. But the Dutch Jews he murdered, he was no small fish. And that's what people have to remember. In other words, you can't have a tragedy with the scope of the Holocaust without people like Demjanjuk who willing to do the dirty work. Als hij zelf de moed zou hebben om in de rechtszaal ten overstaan van ons te zeggen, ja, ik ben daar geweest, ik heb daar fout gehandeld, ik heb daar oprechte spijt van. En ik zou niet meer weten hoe ik het goed moet maken, in welke bewoordingen dan ook. Ik denk dat dat als een bom inslaat in de hele wereld. Dat zou ik het allermooiste vinden, als dat zou gebeuren. Want dan heeft hij begrepen wat hij niet goed heeft gedaan. Met een stunde Verspätung begann der Prozess. De 89-jährige John Demjanjuk is schwer krank, aber verhandlungsfähig. Met im Gerichtssaal zwei Überlebende en meer als 30 Nebenkläger, sichtbaar schockiert. Moet je heel eerlijk zeggen, dat was anders dan ik me had voorgesteld. Het was net of hij lag te slapen. En dat betekent geen oogcontact en dat betekent per definitie dan ook geen sentimenten en geen emoties. Nee. Dus wat dat betreft is het, als ik dat zo mag zeggen, tegengevallen. Salomon Rudy Kortisos waagde zich 2,5 jaar geleden in het Hol van de Leeuw in Duitsland. Hij was, zoals hij zelf zei, gespannen. Zocht naar gerechtigheid. Gerechtigheid voor zijn moeder Ellie, die hij nooit heeft leren kennen. Wat voor vrouw was uw moeder? Weet ik niet. Absoluut, weet ik niet. Kan het niemand vragen. Kan het niemand vragen. Het deed me niets vanmorgen toen ik me hoorde. Ik ging rustig verder met mijn broodje eten en mijn glaasje bier drinken. Ik ben er niet verdrietig van. Het gaat eigenlijk langs mij. Het feit dat hij dood is. En dat was precies hetzelfde dat Demjanjuk naast me lag in de rechtszaal. Dat was geen emotie. Dat was geen chemie. Het noemen van de namen door rechter Alt, door de voorzitter van de rechtbank. Van degene wie je vertegenwoordigt. Het doen van je eigen verhaal. In een Duitse rechtszaal in München, waar het nationaal socialisme begonnen is. Tegenover 5 Duitse rechters, een Duitse officier van justitie. Dat was emotioneel. Een aantal malen. Maar het feit van Demjanjuk? Nee, ik denk nee. Als je iemand niet in de ogen kan kijken, als je geen contact met iemand kan hebben, als je geen gesprek met hem kan hebben, als je de stem niet hoort, de ogen niet ziet, reacties niet hebt. Nee. Vreemd, hè? Ja. Als jongetje van 3 zit Salomon Kortisos ondergedoken in Amsterdam. In die tijd wordt zijn voornaam aangevuld met Rudy. Een niet-Joodse naam die hij dus nog steeds draagt. Zijn moeder Ellie zit vlakbij ondergedoken. Maar ze wordt verraden en belandt uiteindelijk in Sobibor. Onderweg stuurt ze nog 2 brieven. Die wonder boven wonder aankomen in Amsterdam. En nogmaals bedankt voor alles. Hoop je gauw te zien. Nou, dat soort dat dingen. Het is op het ogenblik maandagavond. De treinen zijn altijd op dinsdag weggegaan. Hè? Elke dinsdag ging er een trein weg. Maandagavond. Gereed om morgen doorgestuurd te worden. En ze wist niet heen waar... Ze wist absoluut niet waar naartoe. Dat ze de gaskamers in gingen. Want de mensen zijn aangekomen. In Sobibor zijn eruit gejaagd. Met honden en met zwepen. Moesten zich uitkleden en zijn zo dezelfde dag, dezelfde uur nog naar de gaskamer gaan.
En dan weer even naar vandaag, bij Rudy Cortizos thuis. Hoe kijk ik naar Demjan Joek? Ik kijk niet naar hem als een van de mensen die misschien op het perron heeft gestaan toen mijn moeder en mijn tante en nog vele anderen in Sobibor uit de trein stapten en met zwepen en honden naar de gaskamers werden gejaagd nadat ze zich hebben uitgekleed. Zo kijk ik niet. Ik kijk naar hem als een van de honderden die zich daarmee geoccupeerd hebben, die zich daarmee bezig hebben gehouden. Ik kijk door hem heen naar het systeem. En de grootste vraag is, hoe is een mens in staat, in welk tijdsvak dan ook, hoe is een mens in staat zoiets een ander mens aan te doen? Dat is voor mij onbegrijpelijk. De Duitse rechter legde John Demjanjuk vanmiddag 5 jaar celstraf op vanwege zijn rol als bewaker in vernietigingskamp Sobibor. Daar werden tijdens de Tweede Wereldoorlog... Ik ben blij dat hij het hele proces heeft overleefd. Dat betekent ook dat het hoge beroep wat hij ingediend heeft, komt te vervallen. En dat betekent gewoon einde verhaal. Ik denk dat we er allemaal wel vrede mee hebben. Ik heb er zeker vrede mee. Dat het op deze manier gegaan is. Nogmaals, dat de boodschap eruit is gekomen. Ooit zal het wel een gewoon dorpje zijn geweest. Een gewone plaatsnaam zelfs. Tot de Duitsers hier hun moordfabriek installeerden. Op de grens van Polen en de Oekraïne. Niets voelt hier nog normaal. Een bus met bestemming Sobibor. We zijn op weg naar waar ooit die hel was. Waar naar schatting meer dan 200.000 Joden industrieel werden vernietigd. Onder wie ruim 34.000 Nederlanders. Wat we weten is dat de nazi's alle sporen hebben uitgewist omdat niets hier nog mocht herinneren aan de massamoord. En dus is Sobibor vandaag niet meer dan dit schuldig landschap. Hier was het dus. Niks te zien, een verlaten bos. En Joram Chaimi, Israëlisch archeoloog met wie we hebben afgesproken. Hij graaft al jaren in de aarde van Sobibor op zoek naar tastbaar bewijs van de moordmachinerie. Want Sobibor had maar één doel, Joden vergassen, zo snel mogelijk na aankomst. Een paar maanden geleden vindt Joram hier een metalen naamplaatje. De adem stokt in zijn keel. For me, this plate is the symbol of Sobibor. Inmiddels verpakt in een plastic zakje. We lezen Lea Judith de la Peña, geboren 11 mei 1937 in Amsterdam. Ze was maar 6 jaar oud toen ze hier werd vergast. Wie was dat meisje van amper 6? Lea Judith de la Peña, waar groeide ze op uit? Wat voor gezin kwam ze? Wie waren haar vader en moeder? Had ze broers en zusjes? Bestaan er nog foto's van haar? Hoe zag haar wereld eruit? Zijn er mensen die haar hebben gekend of zelfs maar hebben gezien? Zijn er nog familieleden? 70 jaar nadat ze werd vermoord in Sobibor vinden archeologen het bewijs van haar korte bestaan. We gaan op zoek naar het gestolen leven van Lea Judith de la Peña. We leggen contact met Guus Luiters. 1,5 jaar geleden staat hij aan de basis van een boek en een tentoonstelling onder de titel In Memoriam. Ik kan er nooit met droge ogen naar kijken, eerlijk gezegd. Dat grijp je zo bij je stoot. Overal vandaan verzamelde hij foto's van bij de Holocaust vermoorde jongens en meisjes. Poging om, al was het maar een beetje, gezicht te geven aan al die uitgewiste jonge levens. Ze weg te halen uit de anonimiteit van het grote getal. Duizenden van die kinderen, daar is niets, helemaal niets over bekend. Alleen maar de... Geen enkele herinnering. Er bestaat geen herinnering aan. Dat iedereen die zich die kinderen zou kunnen herinneren, die is ook vermoord. Dus alles wat je nu doet, is dus weer gestalte geven, weer ruimte geven aan iemand die er wel degelijk geweest is. Ook al lijkt het haast of hij er niet geweest is. Wie was Lea? Ze is opgegroeid in Amsterdam, Mokum. De Hebreeuwse bijnaam van de hoofdstad waar eeuwenlang zoveel Joods leven was. Waar woonde ze? Waar werd ze weggevoerd? En de La Peña, wat een bijzondere naam. Waar komt die dan vandaan? We zijn dus op zoek naar de familie de La Peña in Amsterdam. In het gemeentearchief ligt Harmen Snelle het dossier van het gezin. Dan zien we hier David, geboren 1909, met zijn vrouw Judith Rodriguez Pereira.
Vader die behanger en verzekeringsagent was. Moeder die werkte als kleermaakster. In 1940 zijn ze nog verhuisd. Naar de Graaf-Floris-straat nummer 5. Eén hoog. Dat moet hun laatste adres zijn geweest. Ja, dat is hun laatste adres geweest. Een middenstandswijk met veel kantoorbedienden, dicht tegen het hart van de Joodse Transvaalbuurt. Hier groeide Lea op. En in die Graaf-Florenstraat en ook de straten daaromheen, maar daar woonden heel veel Joden. Dus... Die zijn allemaal weggehaald. Ja, maar er was ook geen ontsnap aan. Als daar een razzia was, kon je er niet uit. Graaf-Florenstraat nummer 5, één hoog. Het huis is er nog. En we zullen er vriendelijk worden ontvangen door de huidige bewoner. Komt u binnen. Weinig is hier nog in originele staat. Het uitzicht misschien. Dan is ze er ineens. In dat fotobestand van Guus Luiters, Lea Judith. Krullend haar, vol gezichtje. Ze zal hier een jaar of 2, 3 zijn. Ze zit bij een wat ouder meisje op schoot. Het blijkt dat dat meisje Luiters aan die foto heeft geholpen. Dat meisje is nu 80 jaar. Lies Dijkstra, ze woont in Muiderberg. Ze weet zich het moment nog precies te herinneren dat die foto werd genomen. Deze foto is bij ons thuis gemaakt en ik weet het nog precies dat die ook gemaakt is. Want toen mijn vader het fototoestel liet klikken, liet ik gelijk het kind los en het viel gelijk op de grond. Dus vandaar dat ik dat altijd nog weet dat die gemaakt is. Wij noemden er alleen maar Lea. Niet Judith erachteraan, Lea. Ja. Wat voor meisje was het? Ja, een schatje, dat kun je haar zo wel zien, hè? Ja, echt een. Ja, zoals alle kleine kindjes zijn, maar het was gewoon echt een schatje. Wat weet ze van Lea? We praten lang met haar. Ze heeft louter vage herinneringen aan het meisje met wie ze soms speelde. De ouders van Lies waren innig bevriend met de ouders van Lea. Zij kwamen altijd bij elkaar over de vloer. En uiteindelijk is ook gebleken dat mijn vader nog getuige was bij hun huwelijk. Ze heeft nog een poesiealbum waarin de ouders van Lea een versje hebben geschreven. En er blijkt nog een foto te zijn. Kerstmis bij Lies thuis. In vermoedelijk het eerste oorlogsjaar. Dit is Lea natuurlijk. Ja, dit is dan Judith. Haar moeder. Ja, en dat is David. Haar vader. Ja. En dit bent u? Dit ben ik met mijn moeder. Dat is uw moeder. Ja. David, Judith en Lea. Ze blijken alle drie op dezelfde dag in Sobibor te zijn vergast, op 9 juli 1943. Dat transport waar de familie La Peña in zat en waar Lea ook in zat, daar is niemand van teruggekomen. Die zijn allemaal vermoord. We ontdekken in de archieven bij Harmen Snel dat Lea ook nog een ouder broertje of zusje heeft gehad. Bevallen van een kind dat als levenloos is aangegeven. Ah, ja. Er staat alleen maar kind, dus of het een broertje of een zusje zou zijn. En is dat kind dan ook begraven? Ja, dat kind is begraven in Ouderkerk. In Ouderkerk? In de Portugees-Joodse begraafplaats Bet Gaim. En dat is natuurlijk de plek waar Lea Judith eigenlijk ook begraven had moeten worden. Sobibor. Joram Gaimi en zijn collega's proberen voor het eerst gedetailleerd in kaart te brengen hoe het hier moet zijn geweest. Die door de nazi's moedwillig uitgewiste schandvlek. Elk nieuw ogenschijnlijk detail brengt de hel dichterbij. We believe that under this asphalt we have something. We believe in very high percent that this the remain of the gas chamber. We find around, very close to the asphalt, small artifacts. En one of the small finds is the suitcase keys. We have, I think, more than 400 keys of suitcase. And then we ask, why? Why we have here suitcase keys? And as I mentioned, when people walk naked to the shower, and the German tell them, remember where you put your bag, because you have to take your clothes, your clean clothes. So he take with him the key of the suitcase. It's very clear. And when they go to the gas chamber and they die, and you have to pull outside the bodies, they are looking for gold teeth. Because of this, we have a lot of dentures. And they open to see if you have rings. And if you have a key, what they can do with this key? They threw it away. Een naamplaatje in Sobibor. Hoe kreeg het noodlot Lea in de greep?
Hoe was de doodlopende weg waartoe ze werd veroordeeld? Hoe zag dat er allemaal uit? Wat is er met Lea gebeurd? Uit deze kopie van de Joodse raadkaart kun je opmaken dat zij op 20 juni 1943 in Westerbork is aangekomen met haar vader en moeder. En dat betekent dat zij dus een slachtoffer is geworden van de grote 20 juni razzia. En dat was de laatste grote razzia in Amsterdam. Daarna waren er eigenlijk geen Joden meer. Lies Dijkstra komt met een andere lezing, maar niet minder dramatisch. Haar vader zou het Joodse gezin naar de Hollandse Schouwburg hebben begeleid, de verzamelplaats waar Joden zich voor vertrek moesten melden. Nou, hij heeft alleen verteld dat hij Lea nog op zijn schouders heeft gehad, onderweg dan. Hè? Hij had Lea op zijn schouders, ja. Op weg naar de Hollandse Schouwburg. Ja, ze werd misschien een beetje moe van het lopen, hè? Dat kan. In de archieven zien we dat Lea voortkomt uit een oud-Joods geslacht. Eind 16e eeuw komen veel zogenoemde Sefardische Joden uit Spanje en Portugal naar Amsterdam. Op de vlucht voor antisemitisme en de Inquisitie. Dit is de stamvader van de familie van Lea Judith de la Peña. De eerste die naar Amsterdam is gekomen en hier is getrouwd. Wanneer is dat geweest? Dat is 3 januari 1716. Dan komt de eerste bed overgrootvader van Lea. Precies. Naar Amsterdam. Waar komt hij vandaan? Hij komt uit Santa Maria. Dat is op de Azoren. En hij is dan 27 jaar. Dus die familie van Lea, die woont al eeuwen en eeuwen in Amsterdam. Dit klinkt allemaal Portugese Joden, de La Peña. Maar dit zijn natuurlijk eeuwenlang Amsterdammers. Het zijn hartstikke Amsterdammers. Het bijzondere aan deze mensen is natuurlijk dat ze generatie na generatie na generatie ook in Amsterdam zijn blijven wonen. Ja. Ja, dus de meest echte Amsterdammers zijn in de meeste gevallen de Joodse Amsterdammers. Echte Amsterdammers. De ouders van Lea trouwden hier in de Portugees-Joodse synagoge aan het Jonas Daniel Meijerplein. Een gemeenschap die in de Tweede Wereldoorlog werd gedecimeerd. Nog altijd klinken er vandaag de Hebreeuwse gebeden. Ouderkerk aan de Amstel. Dennis Bueno de Mesquita beheert de Portugees-Joodse begraafplaats. Hij wijst ons op graven van de La Peña's, die dichterbij of heel ver weg allemaal familie moeten zijn van Lea. Wie rustte hier? Hier rust Daniel de La Peña, consul van de Spaanse kroon. Dit graf dateert rond 1690, 1710. Daniel de La Peña. En ik zie hier David Daniel de La Peña, een graf. Dat is de zoon. 1750, een zoon. En ook met heraldiek van de familie, gravenkronen, markiezenkronen. We lopen hier over een geschiedenis van honderden jaren. Hier is ook het in 1936 doodgeboren kindje van de La Peña's begraven. Het broertje van Lea dus. Je zou kunnen zeggen dat het jongetje de enige is uit dat gezin die toch op een normale manier is begraven. Dat klopt, van die 5000 Portugese Joden zijn er maar een handvol teruggekomen. Hadden de La Peña's ook maar enig vermoeden van wat ze te wachten stond toen deportatie uit Amsterdam dreigde? Tientallen jaren heeft Lies Dijkstra het als een reliquie bewaard. Een boekje dat de ouders van Lea aan haar ouders gaven toen de dreiging steeds dichterbij kwam. Aan onze vrienden Bets, Willem en Liesje Nehus. Ter herinnering aan onze prettige en jarenlange vriendschap bij onze exodus naar Duitsland. Judith, Lea en David La Peña. En dat was op 27 juli 1942. Dus toen dachten ze dat ze weg moesten en dat duurde nog een jaar. Naar Duitsland? Ja, dat wel. De La Peña's denken dus al in 1942 te zullen worden weggevoerd. Maar ze krijgen nog een jaar uitstel, omdat ze tot de Portugees-Joodse gemeenschap behoren. Hadden ze, denkt u, enig idee welk gruwelijk lot ze te wachten stond uiteindelijk? Dat moeten ze wel hebben gevoeld. Ik heb ook nog eens gevraagd of het niet mogelijk was dat wij Lea bij ons zouden kunnen houden. Maar, dat heeft u aan uw ouders gevraagd? Ja, dat heb ik wel gevraagd. Er is niet zo'n duidelijk antwoord op gekomen. Maar mijn vader vertelde wel dat David, en misschien ook Judith, maar David vooral gezegd heeft, ach, misschien krijgen we het daar nog wel beter dan we hier nu hebben. Lies heeft het boekje en de foto's van Lea geschonken aan het Joods Historisch Museum. Als we bij haar zijn, blijkt er tot onze verrassing nog een foto te zijn van Lies en Lea. Knap meisje. Ja, scheetje. Confronterend bij wat we nu van haar weten. Lea zal hier een jaar of 6 zijn, kort voor de deportatie.
Wow, wow. Amazing. Look what a cute. And it's look like that she is 6 years old here. This is the last month maybe. Amazing. Ook de Nederlandse overheid draagt financieel bij aan de opgravingen in Sobibor. Joram heeft een sterk persoonlijk motief. Twee broers van zijn moeder werden hier vergast. This is a pieces of bones. And you see that all of them are very small. All the bones are crushed by special machine. The German bring special machine to here and all the bones that didn't burn, they crushed. Now the bones are white. You know why? Because of the heat. It's very strong fire. And the bones became white. In de zomer van 1943 is Amsterdam een ontjoodste stad. Op 6 juli wordt het gezin de La Peña gedeporteerd. En dan begint voor Lea en haar ouders de lange reis naar het oosten, de helse tocht naar die onbekende bestemming die Sobibor blijkt te heten. Hoe was die treinreis? Er is vrijwel niemand die dat kan navertellen van de 34.313 Nederlandse Joden die naar Sobibor werden afgevoerd, keerden er uiteindelijk maar 18 terug. Hoe was het in zo'n wagon, ook voor een meisje van 6? Jules Schelvis, overlevende. We kregen 1 brood mee, dat was eigenlijk alles. En een tonnetje water. Binnen de kortste tijd was die wagon bezwangerd met allerlei afvallen, met poep en met pies. Kon we niet zeg maar, je aan onttrekken aan een stank. Er heerst een soort van moedeloosheid. Maar die kinderen die trokken zich er nergens van aan. Die speelden met elkaar. Zo zijn we 72 uur zijn we gereden en toen stopte de trein in Sobibor. Lea en haar ouders komen op 9 juli aan en worden dezelfde dag vergast. Op weg naar de dood, niet ver van de trein, verliest Lea vermoedelijk dat naamplaatje. The plate is from aluminium. And who knows for what use, if it was for bag or maybe Lea, they put it on her neck. We don't know because we have this hole here. But for sure, I think her parents was worried for her and they prepared this plate for her. That if she get lost, people know who is she. This is the beginning of the Himmelfahrtstrasse. It means the way to the heaven. And probably Lea Judith walked with her mother to her death in this road. I believe not more than 1 hour. 1 hour and a half. They arrive, it takes about 10, 15 minutes to separate it. They have to take the clothes down. 20 minutes, they have to walk. Calculate it and you will see that in about 1 hour, you kill all the transport. 70 jaar na Sobibor is de wereld verbonden via het internet. De vondst van het naamplaatje heeft geleid tot zoiets als een digitale hereniging. Verre verwanten van Lea zoeken contact met elkaar. Monique Kostima uit Rotterdam, achternicht van Lea, is dagelijks te vinden op de website Digitaal Monument. Ik heb zelf verhalen over mijn familie erop gezet met foto's. Krijg je weer reacties op en zo blijft het lopen. Isabel Bloem uit Almere, achterkleindochter van een tante van Lea, verzamelt al jarenlang informatie over haar familie. Kippenvel. Kippenvel en gerechtigheid. Zo van, er is er weer één boven water. En dan is er geen familie, maar heel dichtbij Lies uit Muiderberg, bij wie Lea als kindje op schoot zat. Ze kwam via Facebook onder andere in contact met Noor de La Peña uit Hoorn. Haar overgrootvader was een broer van Lea's opa. Ze hebben het geprobeerd ons uit te roeien, maar hé, ik besta, ik ben er. Het gestolen leven van Lea. We hebben u deze reportage gebracht omdat ze symbool is voor al die duizenden holocaustkinderen aan wie eigenlijk geen enkele herinnering meer bestaat. Wat we niet wisten, dat Sobibor
geen werkkamp was, maar een vernietigingskamp. De bedoeling was dat iedereen die daarheen werd gestuurd, die werd eigenlijk dezelfde dag nog vermoord in de gaskamers. Een hele gewone woning in Amstelveen. Vol met boeken over de Tweede Wereldoorlog, dat wel. Maar het is dan ook de woning van Jules Schelvis. De enige Nederlander die Auschwitz en Sobibor heeft overleefd. Het duurde tot de jaren 80 van de vorige eeuw voordat hij daarover begon te vertellen. Maar toen hij dat eenmaal deed, was hij ook niet meer te stoppen. Ieder woord is een overwinning, zegt hij zelf. Sobibor had geheim moeten blijven. Het kamp waar meer dan 170.000 mensen zijn vermoord. 34.000 Nederlandse Joden. Het kamp waar een opstand uitbrak, een unicum. Vandaag, precies 70 jaar later, werd dat in Polen officieel herdacht. En Jules Schelvis was daarbij. Hey Thomas. Hallo. Oh, joh. Meteen na aankomst ontmoet hij Thomas Blad, een van de twee andere overlevenden. You healthy? No. Dat is 70 jaar geleden. Ja. Maar nu kom ik als een vrij mens. En iets verderop, Filip Bialowicz, de laatste van de drie overlevenden die vandaag de herdenking bijwoont. Jij ja, kon nog een liedje zingen, hè? Yeah. You can sing a song, a dead song. Should I sing a song? Yes. Daar bekomen wij overal, overal, overal. Shine meisjes in, shine meisjes in. Overal, overal. Shine meisjes in. Voor het eerst was er in Sobibor een grote internationale herdenking van de opstand. Met een vertegenwoordiging van de Nederlandse regering. De oud-staatssecretaris en de huidige staatssecretaris van VWS waren erbij. Drie oud-gevangenen waren de eregasten, onder wie Jules Schelvis. 92 jaar oud is hij inmiddels. En hij weet nog haarscherp te vertellen over zijn deportatie van Westerbork naar Sobibor. We kwamen eraan na een lange, enerverende reis van 72 uur in stinkende veewagons. We zaten met 62 mensen, jong, oud, ziek, zwak, hulpbehoevend, invalide, jonge kinderen, zaten 62 mensen en een kinderwagen in die wagon. En in elke van die 50 wagons werden 2 tonnetjes gedeponeerd. 1 was gevuld met water en de andere die was leeg. En op die lege ton, daar moest iedereen zijn behoefte in doen. Dus binnen de kortste keren was er een vreselijke stank in die wagon ontstaan. En konden dus velen niet meer op die ton komen. En die lieten gewoon op de plek waar ze zaten of lagen, want niet iedereen kon zitten of liggen, op de plek waar ze zaten, daar hebben ze gewoon hun behoefte laten lopen. Dus het was een jamboel. Het was vreselijk om dat moeten meemaken. En in die wagon waren 2 raampjes, aan de linker lange zijde en aan de rechter lange zijde. Die waren getraliede raampjes zonder glas. En daar kon je door naar buiten kijken als je op je tenen stond. En we hadden afgesproken dat degene die dat wilde en daartoe in staat waren, dat die om beurten bij dat raampje mocht staan. Dus we zagen ook precies de route die die trein nam. En zo zijn we in de loop van die 72 uur met vallen en opstaan, met gekibbel, met gesprekken. Je kan zo gek niet praktiseren of het gebeurde eigenlijk in die trein. Het was een kleine gemeenschap geworden die aanvankelijk homogeen was, maar op den duur viel die homogeniteit uit elkaar. En was je toch hoofdzakelijk voor jezelf en je naaste familieleden. En toen die wagon openging, zag u toen voor het eerst dat u in Sobibor was? Of wanneer merkte u dat? We zagen het even tevoren. Want door dat raampje pas konden we zien dat een klein stationnetje gepasseerd werd.
En daar stond op met behoorlijk grote letters Sobibor. Nou, dat was dus de plaats waar we stopten met die 50 veewagons, waarvan 40 op het rangeerterrein voorlopig achterbleven. En per 10 werden we het kamp ingereden. En zo was de aankomst in Sobibor. We werden toen uit de wagon geslagen door ook Joden die dat in opdracht van de achter hen staande SS-mannen moesten doen, met zwepen in de hand. En zo hebben ze ons zo goed als het mogelijk was uit die wagons gehaald. En die oude vandaag die niet konden lopen, en die zijn daar, en die baby met die kinderwagen zijn daar achtergebleven. Had u enig idee naar wat voor kamp of naar wat voor kampen u toe zou gaan? Nee, hadden we geen idee van. We hadden een klein beetje het idee, omdat er al voor die tijd, het was nog in juni 1942, de eerste deportaties plaatsvonden. En die gingen naar Auschwitz. En wij dachten dus toen, in die periode, dat we ook naar Auschwitz zouden gaan. Want daar hadden we dus van gehoord. Maar het heeft meer dan 1,5 jaar geduurd voordat Sobibor, wat mij betreft, aan de beurt kwam. Wat dacht u toen u werd opgepakt? Had u een idee van wat u überhaupt te wachten stond? Nou, ieders idee was, wij worden dus gedeporteerd naar Auschwitz, dachten wij. Dat stond ook op onze kartotheekkaarten met potlood aangetekend naar Auschwitz. Want de naam Sobibor was in Westerbork ook niet bekend. Dus iedereen dacht, je gaat naar Auschwitz. Maar dat bleek vanaf 2 maart 1943 niet het geval te zijn. Want die transporten gingen toen niet meer naar Auschwitz, maar naar Sobibor, waarvan niemand het bestaan wist. Want wist u toen u vanuit Westerbork werd weggevoerd dat u naar Sobibor ging? Nee, want die naam was niet bekend. Dus u had geen idee ook in die trein zelf waar u naartoe ging? Nee, zelfs de commandant van Westerbork verklaarde tijdens een proces na de oorlog dat hij van Sobibor nooit gehoord had. Wat we ook niet wisten, dat Sobibor geen werkkamp was, maar een vernietigingskamp. Ook toen we daar kwamen en we in het kamp werden geleid naar een bepaalde plaats waar je je bagage moest afgeven, dacht iedereen nog, wij moeten hier werken. Zoals dat door ons en door de Joodse Raad, maar ook door de Duitsers was voorgehouden. Dat dacht u zelf ook? Dat dacht ik zelf ook, ja. Wij gaan daar om te werken. Toen kwam er een selectie. Eerst werden de mannen van de vrouwen gescheiden. En dat gebeurde zonder dat ik er erg in had. Want tijdens het lopen door een grote barak moesten we alles wat we aan bezittingen bij ons hadden, behalve wat we zelf droegen, dat we zeggen onze kleren, moesten we afwerpen. Wanneer dacht u, dit is foute boel? Het is foute boel, dacht ik pas na enige dagen later. Ik werd namelijk geselecteerd om niet in Sobibor te worden vermoord, wat ik dus niet wist, maar voor werk, echt werk, in de buurt, op enige uren rijden afstand van het kamp. Dat ik geselecteerd werd, is eigenlijk aan een soort toeval te wijten. Want ik was namelijk al bestemd voor de gaskamers. Maar dat wist ik uiteraard niet. En toen die man die de mannen van de vrouwen had gescheiden en het veld was opgelopen waar we zaten, toen kwam hij in mijn buurt en toen stak ik mijn hand omhoog. En ik had het lef om een SS-man te vragen: Herr officier, kan ik u een vraag stellen? Alles in het Duits uiteraard. En toen keek hij zo op mij neer. En toen zei hij, wat wilt u van mij? En toen begon een kort dialoog. En tijdens dat dialoog antwoordde ik steeds met de betiteling, jawohl, herr officier. Want ik wist van SS-ranken, toeten nog blazen.
En toen ik tweemaal gezegd had op zijn vragen, jawel, heer officier, toen werd hij een beetje pissig. En toen zei hij, ich bin Oberscharführer. En mijn volgende antwoord was, jawel, heer Oberscharführer. Dat ene zinnetje heeft mijn leven gered. Hij moet gedacht hebben, ja, die man die is uit het goede hout gesneden. Die weet wat van hem verwacht wordt. Werken namelijk. Jules Schelvis is in Sobibor samen met zijn echtgenote Rachel en haar familie. Rachel en Jules waren kort voor de oorlog getrouwd. Op het moment van de arrestatie is hij 22 en zij 20 jaar oud. Wanneer heeft u uw vrouw en uw schoonfamilie voor het laatst gezien? Dat was het moment dat we, nadat we onze spullen hadden moeten afwerpen, werden van elkaar gescheiden. De vrouwen die gingen een rechterkant op en de mannen die liepen rechtdoor. Dat was het laatste moment dat ik en mijn vrouw en mijn schoonfamilie en alle anderen heb gezien. En dagen later heeft u gehoord wat er met ze gebeurd was? Daar heb ik gehoord wat er in Sobibor gebeurd was. Wat voor soort kamp was Sobibor vanuit de nazi's gezien? Ja, het was een puur vernietigingskamp. De bedoeling was dat iedereen die daarheen werd gestuurd vanuit heel Europa en niet alleen vanuit Nederland, maar vanuit Duitsland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, de Sovjet-Unie. Iedereen die daarheen kwam, die werd eigenlijk dezelfde dag nog vermoord in de gaskamers. Het was een vernietigingskamp. Het lag afgelegen in Polen. En het maakte deel uit van een Duits plan. Het moest helemaal geheim blijven. Nooit zou iemand te weten mogen komen wat daar gebeurde. Ja. De SS-mannen die daar werkten, die hebben ook een contract moeten tekenen. Dat alles wat ze zouden meemaken en zelf deden, dat een geheime rijkszager was. Dat mocht niemand weten. Wat betekende dat voor die SS'ers verder, die daar in dat geheime kamp afgelegen waren? Ja, zij moesten hun werk doen. Dat zeiden ze ook na de oorlog tegen de rechters en de overlevenden. Zij werd bevolen om mensen dus te begeleiden naar de gaskamers. En alles, en niet alleen zij, maar er was ook een grote hoeveelheid Oekraïense bewakers, zoals een van hen die bekend is geworden, Ivan Demjanjuk. Was er iemand in dat kamp van de gevangenen die serieus op enig moment nadacht over ontsnappen, over vluchten? Er waren ontsnappingspogingen bekend. Maar ze werden gesnapt in de buurt, want ze wilden ergens naartoe. Misschien zelfs wel naar hun eigen woningen op kilometers afstand of soms tientallen kilometers afstand van het kamp. En die zijn toegepakt, vooral dus door de boeren in de omgeving. Die waren niet zo joodsvriendelijk. Maar dan in juni 1943, dan verandert er iets heel belangrijks. Dan komen er krijgsgevangenen, Russische Joden, die krijgsgevangen zijn gemaakt in het kamp. Dat zijn hele andere mensen natuurlijk die dan binnenkomen. Ja, ja. Dat waren dus militairen. Die werden al in 1942 krijgsgevangen gemaakt in de Sovjet-Unie tijdens het optrekken van het Duitse leger. En die militairen wisten binnen de kortste tijd van vluchtpogingen die voor die tijd al werden beraamd. En onder die krijgsgevangenen was één luitenant van het Rode Leger. En die werd al snel, nadat hij in Sobibor was aangekomen, door die vorige groep mensen, wiens pogingen, zeg maar, nog voordat ze tot uitvoering konden worden gebracht, waren mislukt, werd die man, die heette Pechesky, werd ingewijd in
de vorige ontsnappingspoging. Maar militairen zijn van heel andere hout gesneden. Die zijn bestand om in moeilijke situaties zich te kunnen handhaven. Petschewski was ook de enige die nog een legeruniform aan had. En zelfs in Sobibor, in die korte periode die hij daar was, hij kwam dus op 22 september 1943 en de opstand vond plaats op 14 oktober 1943. In die korte tijd dat hij er was, heeft hij met een aantal van zijn mede-soldaten, Russische krijgsgevangen, heeft hij een plan ontworpen. Ja, ze bedenken een plan waarbij ze bewakers, SS'ers, lokken naar werkplaatsen. Ja. Waarom doen ze dat? Ze moesten op een of andere manier worden geliquideerd. Niet in de gaskamers, want daar gingen ze zelf over. Maar hun enige wapen was dat ze bijlen en messen hadden. En waarom hadden ze bijlen en messen? Die kregen ze uit voorraad mee als ze dus moesten gaan werken. Die moesten naar het bos in de omgeving om daar bomen te hakken. Want die bomen die hadden ze nodig om die lijken die uit de gaskamers kwamen, om die te verbranden. En hoe lokten ze die Duitsers dan naar die werkplaatsen? Ze lokten ze door middel van loopboersje. Die kregen de opdracht om bepaalde SS-mannen naar de barakken te lokken met het vooruitzicht dat ze bij de kleermakerij moesten komen, want ze zouden een nieuwe leren jas aangemeten krijgen. Daar stond een groepje Russische soldaten klaar met messen of een bijl, om zodra ze de gelegenheid kregen om in de goede positie voor die Russen te staan, om ze met een bijl of een mes dood te steken. En zo is dat uiteindelijk gebeurd? Zo is een en zo zijn er 12 SS-mannen en 2 Oekraïense bewakers, zeg maar, gedood. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat meer dan 300 gevangenen gepoogd hebben om het kamp uit te komen. Ja. Hoeveel hebben dat er uiteindelijk overleefd? Uiteindelijk hebben er 47 de oorlog overleefd. Ministrów, ambasadorów, wszystkich honorowych gości. Niestety nie dostałem mało czasu, żeby wymienić wszystkie osobistości, chociaż bardzo bym chciał. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przybyliście na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie cieszę się, widząc tu dzisiaj moich towarzyszy, jednych z ostatnich już ocalonych więźniów Sobiboru. Chciałbym Państwu przedstawić Tomasa Blata oraz Juliusa Szelwejsa. U bent ook aanklager geweest in Duitse rechtszalen, bijvoorbeeld in de zaak tegen Demjanjuk, een van de beulen van Sobibor. Als u daarop terugkijkt, bent u tevreden over wat dat heeft opgeleverd? Ja, ik ben heel tevreden. Ik had eerlijk gezegd een beetje medelijden met die man, omdat ik steeds, als ik hem zag, mijn eigen grootvader zich voor ogen had, die ook in Sobibor is vermoord. Dus ik wil niet zeggen clementie, maar ik heb dus toen mij gevraagd werd, welke straf wil u hem toebedelen? Toen heb ik gezegd tegen de rechters, hij moet veroordeeld worden omdat hij erbij is geweest. Wat mij betreft hoeft hij niet meer de gevangenis in. Hij mag hier als vrij man het gerechtshof verlaten, wat mij betreft. Maar de rechters die dachten er anders over. Die hebben hem veroordeeld tot die 5 jaar. Die na een jaar in een verpleeghuis te zijn geweest, van uit zichzelf is gestorven. De opstand in Sobibor luidt het einde van het kamp in. De kampbewakers fusilleren de gevangenen die zijn achtergebleven en maken het kamp voor het grootste deel met de grond gelijk.
Jules verricht na het turfstekerskamp nog in vele andere Duitse kampen dwangarbeid. Een deel van de tijd samen met zijn vriend Leo de Vries, die hij nog uit Amsterdam kent. Ik mag haast wel zeggen dat muziek, het klinkt er waarschijnlijk een beetje overdreven, maar een enorme steun is geweest gedurende die tijd dat ik samen met mijn vriend Leo de Vries al die kampen waar ik ben geweest heb moeten doorlopen. Ik heb een buitengewoon geheugen voor het herkennen van muzikale thema's. En onderweg, als we naar ons werk gingen, naar de turfstekerij, of later naar andere werkplaatsen waar we moesten werken, dan gaven we elkaar raadseltjes op. Dan floot hij een melodie en dan moest ik raden welke melodie uit welke symfonie of piano of vioolconcert en omgekeerd. En dat heeft ons bijzonder goed geholpen. Op eigen gelegenheid kwam ik via allerlei tussenstations. De laatste was buiten Nederland, was Brussel. En van Brussel werd ik vervoerd met de trein naar Nederland. En het eerste plaatsje waar de trein stophield was Oudenbosch. Iedereen moest een formulier invullen. Ik heb ingevuld de nationaliteit Nederlander, mijn naam Schelvis. Welke kampen bent u geweest? Die heb ik dus opgeschreven. Aan het eind van het formulier stond de volgende vraag. Kunt u inlichtingen verschaffen over gepleegde mishandelingen van gevangenen en over personen door wie deze zijn begaan? En in het vakje hiernaast, hier kunt u het zien, een boekdeel vol. Heb ik toen al geschreven. Stond er dus dat ik maar had voorgenomen om daar echt over te gaan publiceren. En zo is dus dat idee wat bij me ontstond, is werkelijkheid geworden. Eigenlijk heel veel van wat wij weten over Sobibor is door uw werk gekomen, omdat u daar ingedoken bent, hè? Ja, ik ben een beetje bescheiden om zo is het wel. Te bevestigen. Want, maar het is wel zo. Ja, want wat was uw grootste drijfveer om het te doen? Ik wilde precies weten waar mijn vrouw, mijn schoonouders en al mijn familie, die het aantal heb ik net genoemd, wat er precies met ze is gebeurd. En hoe het in zijn werk is gegaan. Vanaf het begin van Hitler aan de macht komen tot en met de liquidatie van het kamp. Ik wilde alles precies weten. En wij spreken hierover omdat herdacht wordt dat 70 jaar geleden die opstand in Sobibor was. U bent daar veel vaker geweest de afgelopen jaren. U bent er nu weer. Ziet u daar tegenop? Hoe denkt u dat u daar rondloopt straks? Ja, dat is heel verschillend. Toen ik de eerste keer, dat was in 1986, met het Auschwitz-comité naar de vernietigingskampen ben meegegaan, toen was dat een ervaring die eigenlijk niet meer te beschrijven is. Dat de plaats was waar je eigen vrouw, waar je eigen familie, waar mijn grootvaders, waar mijn tantes, ik heb het uitgerekend een keer, 47 mensen, familieleden, die werden in Sobibor geliquideerd om op die plaats te vertoeven waar het allemaal gebeurd is. Dat is een ervaring die je je leven lang niet zal vergeten. En daar nu weer zijn, 70 jaar later, denkt u dat dit de laatste keer is dat u daar bent misschien? Dat is zeker de laatste keer. Zeker? Ja, want ik ben 92 jaar. Ik heb zoveel mensen rondgeleid op dat kamp. Dus ik heb een jaar of 5, 6 geleden besloten om niet meer te gaan. Maar van deze unieke situatie heb ik graag gebruik gemaakt om mee te willen, op uitnodiging van de president, minister-president van Polen, om als eregast daar aanwezig te zijn. Sterker nog, u krijgt daar een onderscheiding, hè? Ja, dat is het
denk ik, een hele bijzondere onderscheiding. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za męstwo i bohaterską postawę wykazane w czasie powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania pamięci i popularyzowanie wiedzy o Holokauście, odznaczeni zostali Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej obywatel Królestwa Niderlandów, pan Gilles Schelvis. Ik heb het klinkt een beetje vreemd, als een gegeven moeten aanvaarden wat er met mij gebeurd is. Ik kon er niks tegen te weerstellen. Je was een pion op het grote schaakbord. En pionnen die kunnen soms wel de overwinning brengen, maar meestal niet. Meestal gebeurt het door de koning of de koningin. Maar ik was een pion. Thank you.